in je blik. Dus ja. Dat je misschien wel dit doet, maar dat je nog een beetje kijkt. Hè? Gewoon je open hand onder het gebed. Wat hebt u met Pasen? Heel veel. Ja, want wij leven natuurlijk een beetje in een tijd van de sociale media. Dat we alleen maar op onze telefoon en de WhatsApp en de Twitter en Facebook zitten en zo. En Pasen voor ons is alle telefoons in Allah. En dan gewoon met het gezin, bij mijn zusje thuis, met de kinderen, met elkaar praten. En lachen en lol maken en lekker broodjes eten en zo. Hij leeft! Ik ben blij! Want hij is opgestaan! Ja jongens, wees blij! Blijf lachen! Finishing touch! Ja mooi! En straal, liedje! Ja, Marco, spreek het uit! Pasen betekent voor mij niet zozeer het feest wat er omheen is, maar het feit dat Jezus Christus voor ons gestorven is, dat herdenk ik. Dat herdenk ik eigenlijk altijd. Maar het paasmoment is er een moment voor om er echt bij stil te staan met vele anderen. En dat is het belangrijkste. Hij is gekomen, hij is gestorven, dat was zijn doel. Hij heeft het gedaan en daar staat hij op. En dan gaat hij gewoon als koning gaat hij terug. En Pasen, zijn lijden en sterven voor mij.